Dames en heren, fijn dat u er weer bent. Fijn dat u er allemaal nog bent. Wat een intensieve dag is volgens mij. Ontzettend hard gewerkt in al die parallelsessies. Druk genetwerkt op het netwerkplein. Ik heb mensen horen gillen bij het demolab. Die van het plankje afsprongen. Ik durfde er zelf niet af. Hou op, zei u. Ja, ik was een van de gillende mensen en we sluiten af na zo'n dag met allemaal indrukken. En waar we vanochtend gestart zijn met, we moeten versnellen, het urgentiebesef. Hebben we nu voor u een praktijkverhaal dat echt gaat over studenten de regie geven, een open opleiding. En we kunnen ons volgens mij overgeven aan inspiratie uit de praktijk. En dat doen we met Erik Slaats. Geef hem een applaus. Fontys Hogeschool. Zo, die is makkelijk verdiend. Mensen hadden gewoon zin om jou een lekker applaus te geven en zijn blij dat je er bent. Mag ik eerst een vraag stellen? Wie is student hier? Oh, toch een paar, ja. Dat is goed. Ik vraag me altijd af waarom op dit soort dagen niet meer met studenten gepraat. Ik heb er 3 bij me. Ik ga geen vragen beantwoorden aan het einde van de rit. Dat mag je aan hun vragen. Want zij zijn, ik denk, neem de slachtoffers mee, vraag die het maar. Ik haak even aan bij wat Christine zei. Die zei het is 11:55. Volgens mij is het 11:55. Wat gaan we in godsnaam doen als studenten met alle middelen die ze ter beschikking staan, grandioze portfolio's gaan maken en onze certificeringsmachine niet meer nodig hebben? Daar kun je best wel eens over nadenken. Want wat we doen is certificeren. En de vraag is of dat het goede is. Laat ik beginnen met een andere vraag. Wie kent dit nog? Ja. Oké. Okay. Ja, dat zegt iets over de gemiddelde leeftijd. Ik kan me nog herinneren toen ik afstudeerde dat ik dat voor het eerst zag. En dan zag ik A groter dan en ik denk... dit geeft wel iets aan over hoe de context verandert. Ik werk voor Fonds ICT en wat wij onze studenten beloven is dat ze alles in IT mogen worden. En dat is een bijzondere belofte, want tegen de tijd dat ze binnenkomen en tot de tijd dat ze afstuderen, zit natuurlijk een waanzinnig gat. En dan moet je dus iets anders bedenken, omdat dat nogal snel wijzigt. En die context in onze huidige maatschappij, die wordt fors gedomineerd door IT. Dat kruipt in elk vakgebied. Als je mode studeert, ik weet niet, zijn die modemensen? Nee, het kruipt in je kleren. Het kruipt in je auto. Als je op de rem duwt, dan ben jij niet meer. Hij rijdt straks zelfs voor je. En dat is wel een beeld. We leven natuurlijk in een wereld die gedisrupt wordt door technologie. Dus als je denkt dat het een goed idee is om vrachtwagenchauffeur te worden, omdat op dit moment er zoveel vraag naar is, dan kun je bijna uittekenen wat er gebeurt. En er zijn meer van die vakgebieden. En hoe komt dat nou? Als je een kunstje leert, wat de machine ook kan, omdat er veel voorbeelden zijn, then you're out of a job. Dus we moeten anders gaan kijken naar hoe we studenten opleiden. Dus als je ze opleidt om een kunstje te doen, think again. Dus daar zijn we naar gaan kijken en we hebben het eigenlijk gedefinieerd als we willen ze opleiden om in staat te zijn problemen van de toekomst op te lossen. En voorspellen is heel moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat. Dus je weet niet wat daar zit. En dat betekent dat je anders moet gaan kijken. Dat is een leidmotief in hetgene wat we doen. We zijn op een gegeven moment in gesprek geraakt met mensen van de WRR. Het boekje Lerende Economie, dat is in 2012 dacht ik uitgekomen. Dan beschrijven ze ook de medewerker van de toekomst. En wij zijn daartoe overgegaan om eigenlijk te beschrijven wat zijn nou die competenties die iemand moet hebben om in de toekomst overeind te blijven. En jullie hebben die volgens mij allemaal. Laat ik eens even een andere vraag stellen. Wie doet er nog waarvoor die opgeleid is? Ja. Dat zijn er niet zoveel, hè? Is interessant, hè? Dus je krijgt een diploma, je bent dan gecertificeerd, maar je doet het niet meer. En kennelijk heb je dan een van deze dingen aan de dag gelegd. Je moet in een maatschappij die zo snel kantelt en waar dingen zo snel veranderen, moet je adaptief en veerkrachtig kunnen optreden erin. Je moet het begrijpen, je moet er de dingen mee kunnen doen. Je moet het innovatief doen. Waarom? Dat is hetgene wat je op apparaten voor hebt. En doe het met een zekere verantwoording. En dit is het leidmotief waarvoor mensen opleiden. Dat hebben we de responsive professional genoemd. En dan de vraag van het systeem wat we jarenlang gehad hebben. Van, wat ik nou aan het doen ben trouwens. Hè? Ik ben eigenlijk iets aan het doen wat ik helemaal niet zo goed vind. Ik ben les aan het geven. Voor een klas gaan staan en de waarheid vertellen. Moeten we dat nog wel doen? Is dat de manier om het te doen?
is dat niet een overleden iets? Want ik kan jullie alleen maar vertellen wat ik weet. En wij kwamen tot de ontdekking dat dat systeem eigenlijk niet meer zo past op het opleiden van responsive professionals. Als ik naar onderwijs kijk, gebruik ik deze metafoor nogal eens ooit. Kijk naar de opleiding schilderen als Van Gogh. En hij is keurig voorgestructureerd. 2 jaar rood, 2 jaar blauw. Heb ik wel genoeg aan 2 jaar rood? Was ik niet na 10 minuten klaar? Had ik niet 6 weken ervoor nodig? Misschien snap ik al niks van rood. Kijk naar de middelbare school. Mijn lievelingsvak was natuurlijk Frans. Ahem. Ik heb een keer uitgerekend, ik heb ongeveer 800 uur Frans onderwijs gehad. Laat mij los in Frankrijk en ik moet de weg vragen, maar kan het niet. Herkenbaar? Oké. Wie kent dit rijtje nog? Miet, Nag? Ja, oké. En dan vraag ik, wat hoort daarbij? En dan zegt iemand, dat is de derde naamval. Oké, wie legt me nou uit wat de derde naamval eigenlijk is? En ja, er zijn er altijd een paar die dat weten. Ik had me eigenlijk voorgenomen, daar maak ik een foto van en die vragen op het podium te doen. Ik kan ook vragen, wie heeft er nog een Nokia? Een paar, ja, oké. Er worden dadelijk veel foto's maken. Het beeld is gewoon van, ik heb niks geleerd in die Franse les. Ik kwam die les wel door naast iemand te gaan zitten die ik wel aardig vond. En dan gingen we kamer verhuren. Kun je dat nog herinneren? Oké, hoor vaak van docenten, ze zitten alleen maar op Facebook. Ja, net of wij vroeger wat anders deden. Ze zaten gewoon kamer te verhuren. Dus de vraag is, werkt dat lessysteem wel? Zijn roosters en lessen niet gewoon disruptors van leren? En waarom hebben we het dan altijd gedaan? Nou, simpelweg omdat degene die je voor die groep zette was de gate to knowledge. En dat is over. Dit beeld is de huidige maatschappij. Ik heb in 2010 voor Fontys een programmaatje gedaan, dat is bekend geworden onder iFontys. Ik heb 150 van de eerste iPads verdeeld onder studenten en gewoon gaan kijken wat gebeurt er nou. En ik kwam op heel veel verschillende instituten, dus van de PABO tot de economische, tot de technische. En bijna overal waren er geen IT-middelen. En dat is 2010. We zijn 9 jaar verder en dit is beeld geworden. Dit betekent, al onze studenten hebben IT-middelen en kunnen er nog gebruik van maken ook. En het wordt nog erger, want ik heb het tussen quotes gezet, Christine, want het is helemaal niet gratis. Maar het is wel beschikbaar. En het is best interessant. 1 jaar of 6 geleden was de wereld redelijk geordend. Zag die eens een beetje zo uit. Dus de wereld van onze studenten. Maar ondertussen is het wel aardig gewijzigd. En er zitten wel interessante dingen tussen. Ik weet nooit hoe zo'n ding heet, zo'n hoedje wat je krijgt in Amerika als je afstudeert. Weet iemand de naam? Wie googelt het even? Dus iTunes U. Kijk er maar eens op. De MIT is in de jaren 90 overgegaan tot courseware. Heeft gezegd, we werken met publiek geld, geven het allemaal terug aan het publiek. Nou, Apple antemeert dat, die met iTunes U, maar er zijn veel meer van dat soort kanalen. En daar kun je dus gewoon 13 miljoen courses op vissen. Hartstikke goed. De Open Universiteit UK heeft al zijn materiaal opstaan met beelden en de hele reutemeteut. Dus die wereld is rijk. En waar wij achterkwamen, dat studenten helemaal niet zoveel moeite hebben met de juiste middelen te vinden. Dus dit is de leeromgeving van onze studenten, of we dat nou leuk vinden of niet. En wat we ook weten, die student zal alles pakken om te leren wat hij te pakken krijgt. Dat kun je niet verbieden. Ik was een paar jaar geleden met een aantal studenten bij een universiteit, niet nader te noemen, in de landen. En zei ook van, nou, er staat best wel rijke spullen op internet, het is best wel goed om daar naar te kijken. En Wikipedia is bijvoorbeeld een heel mooi ding. En dan zegt er zo'n prof die zegt van, ja, dat kun je wel zeggen, maar ik ben het niet eens met het internet. Ik vond hem best hilarisch in het begin, maar eigenlijk is het helemaal niet zo leuk. Want het zegt iets over hoe die mensen denken over leermiddelen. De vraag is, kunnen studenten met die leermiddelen omgaan? En dat wordt dus ontkend. Nou, daar komt deze meneer langs, de Sugata Mitra. Zijn werk staat trouwens best onder vuur, daar zou ik daar ook wat van zeggen. En hij heeft een experiment gedaan in de jaren, eind jaren 90, begin 2000. Dat is bekend geworden als Hole in the Wall. En nou ja, wat hij in feite deed, was internet beschikbaar stellen voor de massa en kijken wat er gebeurde. En ik heb een klein stukje uit zijn TED-talk erin geplakt. Set myself an impossible target. Can Tamil-speaking 12-year-old children in a South Indian village teach themselves biotechnology in English on their own?
And I thought, I'll test them, they'll get a zero. I'll give them material, I'll come back and test them, they'll get another zero. I'll go back and say, yes, we need teachers for certain things. I called in 26 children, they all came in there, and I told them, look, there's some really difficult stuff on this computer. I wouldn't be surprised if you didn't understand anything. It's all in English, and I'm going. So I left them with it. I came back after 2 months, and the 26 children marched in looking very, very quiet. I said, well, did you look at any of the stuff? They said, yes, we did. Did you understand anything? No, nothing. So I said, well, how long did you practice on it before you decided that you understood nothing? They said, we look at it every day. So I said, for 2 months, you were looking at stuff you didn't understand. So a 12-year-old girl raises her hand and says, literally, apart from the fact that improper replication of the DNA molecule causes genetic disease, we've understood nothing else. Het is een interessante talk trouwens. Die heeft ook de TED Award gewoon spannend om te. Waarom die onder druk staat, kom ik dadelijk op terug. Maar wat hij aantoont is in feite iets best belangrijks. Studenten zijn heel goed in staat informatie te verwerven. En als je naar leren kijkt, die piramide waar Doris bij staat, die wordt nog wel eens gebruikt. Data wordt informatie, knowledge, wisdom. Als je naar die piramide kijkt en je neemt een gemiddelde les in gedachten, dan zit heel veel in dat stuk informatieverstrekking. En als je daar overheen kan springen, kun je ergens anders gaan zitten. En dat is wat wij gedaan hebben. En daar zit ook een deel van het verhaal van Sugata Mitra, wat Mank gaat, die zegt van ja, de duiding ontbreekt totaal. Als mensen informatie geven, kunnen ze die misschien reproduceren. Maar wat betekent het? Wat kun je ermee? Nou, we zijn echt gaan kijken naar activerend leren. Dus wat wij doen is als studenten met dingen vinden, dan gaan we de betekenisvolle dialoog daarmee aan. Wat betekent het eigenlijk wat je hiermee kan? Want de informatie die je kan vinden, die gratis is, dat is het topje van de ijsberg. Maar wat onder water zit, is vele malen interessanter. Dus als ik een dialoog kan aangaan met iemand, word ik veel wijzer daarvan. En dat is iets wat ik op internet niet of nog niet kan terugvinden. Nou, vandaar zijn we gaan redeneren eigenlijk van, nou, als je dat dan doet, kun je dan niet iedereen zijn eigen betekenisvolle dialoog geven. En dat betekent in feite dat we naar een persoonlijk curriculum toe willen. Dus zou het nou niet mooi zijn als je elke student in Nederland kan zeggen van, zeg maar wie je wil zijn en we helpen wel. En dat mag slingeren van links naar rechts totdat je klaar bent, maar je gaat toch na je afstuderen daarmee door. En dat persoonlijke curriculum, daar hebben we gekeken naar waar we de student allemaal eigenaarschap over kunnen geven. En dit is het rijtje waar we ze eigenschap over geven. Ze bepalen zelfs in grote lijnen hoe ze getoetst worden. Dus wat zijn de criteria waarop je beoordeeld wordt. En dan is er altijd doodse stilte. Hoe doet hij dat in godsnaam? Nou ja, dit is het beeld wat ik van onderwijs heb. Stel, jullie zijn een klas leergierige leerlingen en je bent heel rumoerig wat je nou niet bent. Hoe krijg ik je stil? Dan zeg ik het volgende. Even opletten, want de volgende vraag ik op de toets. Alle oortjes omhoog. Of de vraag is nog maar onduidelijk en de vraag is ook waarom je toetst. Dus je moet die lijntjes proberen door te knippen. Kennelijk heb je als docent de studenten aan een touwtje zitten. Dus als jij zegt van, nou, ik ga dit doen op mijn toets, dan gaan ze dat gewoon vrolijk doen. En ons onderwijs kenmerkt zich door de studenten die van toets naar toets rennen. Dat is bijzonder, dus we leiden in feite professionele toetsenmakers op. En dat is geen beroep. We zijn vertrokken vanuit competentiegericht opleiden. En competenties, als die netjes zijn opgeschreven, doen ze maar één ding. Dan beschrijven ze een bepaalde context. Dus een competentiemodel voor ICT beschrijft het beroep van allerlei soorten ICT'ers. Voor verpleegkunde, beschrijf voor verpleegkunde, et cetera. Nou, wat moet dat aan voldoen? Moet lekker consistent zijn. En als het, ik vind het fijn als het holistisch is. Je kan eeuwig blijven discussiëren of het goed is. Dat is niet zo spannend als het maar een consistent geheel is. Een student zit in zijn opleiding, zit op de goede plek. Hoe ontwikkelt hij zich? Dat is ongeveer zo. Dus zit je op de goede plek. Ben je heel veel dingen heel goed, maar niet alles. Er staat altijd wel iets onder. Hoe belangrijk is dat nou datgene waar je niet goed in bent? Nou, mijn beleving is dat niet belangrijk. Waarom niet? We vinden 5,5 voldoende. Daarmee zeg je eigenlijk, de helft hoef je niet te kennen. Je mag het overdoen. In het ergste geval mag je het nog compenseren ook. 2 achterorde mag je een 3 hebben. Daarmee zeggende, het is niet belangrijk. De ellende is wel dat we daar continu op duwen. Dus we leggen steeds de nadruk erop van, dit kan, dit heb je nog niet aangetoond, vriend. Nog een keer. Dat is lekker motiverend. Ik word continu aangepakt op hetgene wat ik niet kan.
klagen over motivatie, tuurlijk. Het schiet weer de trauma's van Frans te binnen, waar ik wel 36 keer heb gedaan. Vond ik niet zo fijn. Als je nou eens daar gaat drukken, studenten hebben best wel de ambitie om zich te ontwikkelen. Dus ga vooral zich daarop richten waar ze goed in zijn. Dan heb je een strength-based approach. En als dat continuum netjes in elkaar is gezet, dan gaat die andere kant vanzelf mee, want die heb je vroeg of laat toch nodig. Niet dat je er een held in wordt, maar bewust incompetent is ook goed. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb een vakje boekhouden ooit gehad, technische informatica, lang geleden, waar boekhoudsystemen. Ik snapte daar geen baas van. En ik dacht, na 5 keer overdoen, weet je wat, doe ik wel een keer. Studeer af, toen kwam er een bonenteller tot de ontdekking van, hé, hey, heeft dat boekhouden nog niet gehaald. Of ik het alsjeblieft nog een keer wou doen. Welk cijfer kreeg ik? 9? Nee joh. Ik kreeg 5,5. Heb ik hem verdiend? Dus hoe belangrijk is het eigenlijk? Hoe doen we dat? We zijn eerst eens gaan kijken van hoe studeert een student nou? En dan hebben we de effort tegen de tijd uitgezet en wat observeren we? Je geeft gewoon met alle probeert ze kennis bij te brengen. Aan het einde van de rit hou je een toets. En dit is de inspanningscurve. En dan zie je aan het begin zie je docenten die bevlekt van het krijt, zwetend uit het klaslokaal lopen en studenten komen erachteraan. Eigenlijk niet de bedoeling. Je wil meer zoiets. Dus we hebben een aantal keer wat studenten-events georganiseerd. De vragen ook aan studenten van, wat wil je nou? Nou, wat ze willen is inspiratie. En met name jongens hebben ook wat structuur nodig. Sommige mannen leren het nooit, maar dat is een ander verhaal. Nou, van daaruit heb ik gezegd van, nou, dan moeten we een aantal dingen loslaten. Dus geen lessen meer, geen vakken meer. Plan maar hoe je jezelf wil ontwikkelen. Hoe we dat borgen, kom ik dadelijk op terug. Daarvoor geven we alleen nog maar inspiratiecolleges. Dus een aantal workshops op afroep, maar veel meer doen we niet. En studenten plannen. En de eerste keer ging dat eigenlijk helemaal niet goed. Want waar plannen studenten op? Die gingen vragen van, waar word ik op getoetst? En dat is de vraag die het meeste krijgt. Wat moet ik doen om het te halen? Nou, het lijkt in eerste instantie een dilemma, maar het geeft je een heel krachtig instrument. Dus als je weet dat dit een sturingsmechanisme is, dan kun je daar ook mee. Nou, we zijn gaan zoeken naar hoe we dat toetsen nou betekenisvol kunnen maken, onderdeel van de leerervaring, maar ook nog een keer heel precies. Nou, precisie is niet zo'n issue. Precies krijg je als je heel veel kijkt. En dat kent elke docent. Dus als je een half jaar intensief met een student werkt, en ik vraag dan, kun je die beoordelen, is het antwoord altijd ja. Of denkt er iemand dat het niet zo is? Dan is de vraag, waarom toets je nog? Dus feit, het enige wat je moet doen is dat onderbuikgevoel wat je opbouwt gedurende de rit, dat formaliseren. En we hebben dat gedaan, we hebben dat in 2 delen uit elkaar gepeuterd. Studenten hebben, en die bolletjes staan hier keurig op een rij, maar in werkelijkheid is het niet zo. Student krijgt de feedbackmomenten die hij nodig heeft. Voor sommigen zijn dat er een paar, voor anderen zijn dat heel veel. En de student legt zelf die feedback vast. Daar regel je een paar dingen mee. Het wordt heel betekenisvol, want het is gelijk boter bij de vis. En jij bent van je corvée af. Want als je dat 's avonds thuis gaat doen, de meeste docenten willen dat heel goed doen. Ze spenderen er veel tijd aan om dat goed te articuleren en de student goed te helpen. De student kijkt, oh, is goed, door. En dat is niet zo handig. Dus door die boter bij de vis te doen, wordt het ook nog confronterend. Het tweede wat we doen, is niet meer van assignments uitgaan die je pas inlevert als ze af zijn. Maar je levert ze maar zo vaak in als je wil en dan kunnen we er gedurende de rit van alles van vinden. En studenten bedenken zelf nog die assignments ook. Dat zijn recurring assignments. Dat betekent dat je aan het einde van zo'n rit heel veel meetpunten hebt. En je dus je besluit goed kan onderbouwen. En dat leidt tot dit verhaal. Gemiddeld genomen zie je een bepaalde performance. Dat is het topje van die normaalverdeling. En de goede en de slechte dagen heb je weggeknipt. We hebben een beller. Bij toetsen is dat een heel vervelend ding, want het is een puntmeting. En wat ook nog is, dat we mensen in de meest slecht mogelijke toestand brengen om te toetsen. Dat is een verhaal wat ik hier niet in heb zitten, maar we jagen mensen een angstreflex in. En dat is nou niet bepaald de beste plek om iets te presteren. Nou, hoe doen we dit? Studenten die creëren zelf hun opdrachten. Wat we daarvoor hebben, we hebben Partisan Education. Dat zijn op dit moment, ik dacht, 126 bedrijven of zoiets. Die verbinden zich aan als onderwijs en zorgen voor betekenisvolle challenges en voor kennis. En die challenges zetten ze uit, ze zijn er voor stakeholder en als een student aan het semester begint gaat hij gewoon kijken welke challenges wil ik doen. En als er geen bij zit, dan kan hij ze zelf ook nog definiëren zolang hij maar met een stakeholder komt.
De studenten kunnen er op 3 manieren in. Ik heb een challenge gezien die ik heel gaaf vind. Of ik wil met een bepaalde technologie ontwikkelen. Deep learning systems, blockchain. Of ik wil in bepaalde context iets doen. Zorg, sport, educatie. En schrijf daarop gedurende de rit de opdrachten die hij gaat uitvoeren. Aan die opdrachten plakt hij criteria. Definition of done. Wanneer vind ik het goed? Wat ik meestal interessant vind is dat de lat daarmee omhoog gaat. Dus ze bepalen daar in feite hoe ze getoetst worden. Daaraan plakken ze, en dat is de borging, de key performance indicatoren uit het competentiebouwwerk. Nou, als je dat maar goed genoeg doet, continu kun je uitrekenen wat de competentiegroei van een student is. Dat betekent dus dat je ook af kan van cijfers. Nou, wat rolt eruit is zo'n voorbeeld. Microsoft kwam een aantal jaar geleden met zijn touchtafel, was zo'n klein dingetje. Was onogelijk duur. Studenten wouden daar een aantal dingen mee doen. Vond het gewoon te duur. Dat was 80 mil of zo. Ik zeg, hier hebben jullie 1000 euro, bouw er maar een. Tussen haakjes. Ik heb een stakeholder voor jullie, die heet Philips. En we willen een aantal dingen meer. Device crossovers. En dit hebben ze gebouwd. Met vallen en opstaan. En voor mij was het grootste probleem dat ik op mijn handen moest gaan zitten. Het is natuurlijk super gaaf om mee te doen. Nou, als je dit soort dingen op je portfolio hebt, is er niemand meer die gaat vragen, wat had je daarvoor? 9,2? Dit is natuurlijk een dikke 10. Dit is een device crossover trouwens. Hier nog zo'n voorbeeld, een start-up geworden, die sla ik even over. Want ik wil hun even aan het woord laten. Hoe doen we het? Als student in de lead wil laten voor zijn eigen leren, dan moet je hem ook in de lead laten om zijn leeromgeving in te richten. Dus wij gebruiken een leermanagement systeem. En we geven studenten allemaal hun personal course. Dus ik weet niet, als je weet een leermanagement systeem, dan richt je meestal als docent richt je daar je onderwijs in. Dan zet je je opdrachten in. Want wij zeggen, student, doe dat maar zelf. Zet er je eigen opdrachten maar in. Dat leidt ertoe dat ze aan het einde van de rit een heel portfolio hebben met honderden opdrachten die allemaal gevalideerd en bekeken zijn. Dat is een gevalideerd portfolio. Hoe ziet dat eruit? Ze schrijven hun eigen rubriek. Dat zijn die KPI's en die criteria waaraan ze, en daar worden ze op beoordeeld. Er zitten allerlei feedbackmomenten in en ze mogen het zo vaak inleveren als ze willen. Dat betekent dat je de hele administratie ook gelijk kwijt bent, want die ligt bij de studenten. Dus het enige wat je hoeft te doen is het oordeel bekijken. Het tweede wat we doen is het proces monitoren. Daar hebben we iets voor ontwikkeld samen met een bedrijfje dat hier ook zat, Dream. Ik deed in het begin met dummyboekjes. En dan gaf ik feedback. En dan als het een half lineaartje was, vond ik het wel genoeg. Valkuil van feedback is het veel te veel te maken. Ik wil het heel goed doen, zoveel feedback. Dan zet ik een tekeningetje bij, een bliksempje of blaffende hond of weet ik wat. Uiteindelijk zijn het smiley ratings geworden. Dat betekent dat we het hele studentenpopulatie kunnen volgen. Die kunnen zichzelf ook raten. Dus elk feedback moment geef ik aan wat ik ervan vind. Hoe sta je ervoor? Dus de student weet ook altijd waar die staat. Nou, dat gaat in groepen. Dat kan je met peers doen, et cetera. En dat levert heel veel datapunten op. Dus dat betrekken we in het eindoordeel aan het einde van het semester. Nou, dit leidt tot het volgende. Links zie je dat. Ik kan per student kan ik gewoon uitrekenen. Waar staat hij in zijn competentieontwikkeling? Hoe heeft hij zich ontwikkeld als ICT'er? Is dat een consistent beeld? En wat heeft hij al die semesters gedaan? Dus de groei is ook nog inzichtelijk. En de student kan het zelf zien. Die kan dat op het moment dat hij wil, kan hij dit aanklikken. Dit leidt ertoe dat we deze mensen ook persoonlijke diploma's geven. En dat je niet meer gebonden bent aan wat een opleiding voorschrijft. Dus als je bijvoorbeeld 4 ICT-opleidingen definieert van ik heb businessopleiding, technologyopleiding, softwareopleiding en een mediaopleiding. Nou, dan kun je alleen maar bewegen binnen die kaders. Hier kan elke crossover die ertussen zit ook nog bediend worden. De tooling, daar is me gevraagd iets over te vertellen. Daar heb ik eigenlijk maar één ding heel kort over te vertellen. Het maakt niet zoveel uit wat, maar je moet echt beginnen met je visie. Begin je met de tooling, dan hackt de tooling je didactiek. Want dan ga je alleen maar doen wat de tool kan. Dus, de schroevendraaier, dat is hem eigenlijk. Voor degene die goed oplet, die ziet dat ik kon geen kruiskopschroevendraaier vinden zo snel. Hoe ben ik ermee begonnen? Dat is ook wel een interessante. Studenten zijn echt hartstikke belangrijk in dit verhaal. Dus in 2004, toen de mediaopleiding werd neergezet, heb ik er gewoon een stuk of 20 uitgeplukt die duidelijk meer wilden. En die heb ik gewoon voor alles vrijstelling gegeven. Eigen lokaal. En daar is het een beetje begonnen. Dus als je begint met een groep studenten die eager genoeg zijn, dan kan het niet fout gaan. Het is onderwijs. We zijn met z'n allen bezig
mijn hart en ziel om die mensen verder te helpen. Hoe bond moet je het maken, wil de bloed uitlopen. Dus dat gaat nooit mis. Zeker niet als je ze deelgenoot maakt. Zo'n programma kan ik echt aanraden. Het heeft ook met STIP studenten opgeleverd die beter presteren. Daar zijn we ondertussen wel achter. Daar hebben we ongeveer 15 jaar meetmateriaal achter zitten. Daar kwamen ook de 10 tevoorschijn. Het laatste wat we gedaan hebben, is onze onderwijsomgeving veranderd. Lokalen zijn ook niet zo'n handige dingen. En zeker niet als je het ook nog zo inregelt dat die hele meute studenten iedere keer van hot naar haar moet. Dus we zijn eerst begonnen met studenten een eigen lokaal te geven. En op een gegeven moment gezegd, die lokalen zijn eigenlijk niks. Dus dit is onze nieuwe leeromgeving op Strijp. We krijgen ook nog nieuwbouw en er zit geen één lokaal meer in. En studenten vinden hier hun eigen plek wel. En vormen een learning community. Ik moet even zorgen dat jullie ook nog aan het woord komen, jongens. Ik heb nog één slide, die is echt de allerbelangrijkste. Dat is deze. Heb vertrouwen. Ze doen toch wel het goede ding. Er zijn een heleboel dingen die we controleren, hoef je helemaal niet te controleren. Die gebeuren echt vanzelf. En dan is voor mij nou het mooie moment daar om de experts aan het woord te laten. Jongens, kom even het podium op. Doet hij het nou? Of? We gaan het checken, ja. Ja. Hallo. Hallo, hallo. Ja, test. Hoi. Ja, applaus. Brent, Cyrus en Niels. Yes. Kunnen jullie even, want ik weet die naam, maar even wie is wie? Ik ben Brent. Ik ben Cyrus. En ik ben Niels. Oké, jullie vertellen niks uit jezelf, hè? Dus ik gooi nu gewoon een microfoon ergens de zaal in. Erik heeft gezegd, ja, wat hij net ook zei, de experts zijn nu aan het woord. Dus als jullie vragen hebben over deze manier van werken, het verhaal van Erik, dan moet je ze aan deze jongen stellen. Dus wie wil? Oh, dat is lekker makkelijk. Hier, gaat ie. Het gooien was makkelijker dan het vangen. Hè? Dankjewel. Ik heb een hele brandende vraag. En deze kwam gisteren bij onze Academy Day naar voren. Zijn er dingen die jullie stiekem hebben uitgesteld tot een later tijdstip omdat ze minder leuk zijn om te doen? En dat is een gewetensvraag. Ik weet het. Je mag er eerlijk op antwoorden. Het hoeft niet. Ja, ik denk dat je dat altijd wel blijft houden. Er zijn altijd dingen bij die je minder leuk vindt. Maar het gaat er inderdaad mee hoe je ermee omgaat. Kijk, of het naar later uitstellen is niet zo'n punt als je er op een gegeven moment maar gewoon naartoe komt. En ja, je moet er voor jezelf afwegen. Een afweging maken welke dingen er voor jou het belangrijkste zijn om te doen en welke dingen, zoals Erik ook al zei, voor jou niet zo relevant zijn of niet zo belangrijk. En dat gaat natuurlijk vaak ook in samenspraak, maar daar heb je zelf vaak ook al een goed idee van. Oké, en is het dan zo, wij hebben te maken met 600 studenten in een cohort, dat jullie allemaal hetzelfde aan het uitstellen zijn? Maar dat heeft voor onze logistiek een... Ja, ik denk dat per student wel verschilt wat je uitstelt en wat niet. Je hebt bij ons sowieso 4 verschillende profielen. En binnen een profiel heb je natuurlijk andere dingen die je wel leuk vindt om te doen en dingen die je niet leuk vindt om te doen. Dus ik denk dat per student eigenlijk best wel veel verschilt. En dat het daarom ook steeds meer richting het soort van persoonlijk diploma en dat het echt per individu bekeken wordt als in plaats van een hele groep eigenlijk. Volgens mij stel je ook 2 vragen tegelijk, want bijvoorbeeld feedback vragen. Ja, als je dat uitstelt heb je alleen maar jezelf mee. Dus nee, dat stellen we niet uit, want hoe eerder je feedback, hoe eerder je weet waar je aan toe bent. Inhoudelijke dingen, zoals documentatie schrijven, ja, dat stellen we allemaal uit. Dank jullie wel voor deze eerlijke antwoord. Oké, daar komt ie. Heb je het idee dat je zelf kan bepalen wat voor jou belangrijk is? Oeh, ik zag hier iemand twijfelen. Zeker. Ja, ga je gang. Ja, dat is het hele doel eigenlijk. Gewoon zelf, wat wil je leren? Nou ja, wat vind je dan belangrijk om te leren? Dat is eigenlijk bijna een hele levensvraag. Wat wil je? Daar kom je achter wat er belangrijk is. En dan ga je inhoudelijk met een opdracht aan de gang. En dan kom je, wat is belangrijk voor die opdracht? En dan is eigenlijk gewoon continu proces van, wat is nou belangrijk? En dan bij het ene opdracht is misschien element A heel belangrijk. En dan B, D, C kan je... En worden jullie geadviseerd in de keuze? Nee. Ja. Gecoacht. Ja. Gecoacht. Ja. Brent, werkt dat voor jou hetzelfde? Want ik zag jou even nadenken bij deze vraag. Het ligt er wel aan welke opdracht je kiest. En die opdracht kun je zelf helemaal vormgeven. En diepgang kun je zelf toevoegen.
Dus, ja. Nee, je kunt altijd blijven doen wat je... Je kunt altijd blijven doen wat je leuk vindt, maar ja, je weet niet of je daar uiteindelijk nou echt wat aan hebt gehad. Nou, je leert vervolgens, als jij een nieuwe opdracht kiest, is dat natuurlijk weer nieuw voor jou, voor de coach, voor iedereen die daarbij betrokken is. Dus je leert vervolgens om dat nieuwe concept uit te gaan werken. Dus je leert vervolgens om te leren. En dat is het belangrijkste, want als je over 4 jaar afstudeert, dan zijn die dingen die wij nou hebben geleerd toch al minder relevant. Dus dan komen er weer nieuwe relevante dingen en die kunnen wij dan gewoon snel oppakken. Okay. Ik denk dat leuk ook veel minder relevant wordt, want ik heb bijvoorbeeld ooit eens een project gehad. Toen kwam ik tegen het probleem aan, ik wist niks van statistiek. Nou, ik heb dat vakkundig 6 jaar daarvoor weten te ontwijken. Toen in één keer had ik het nodig, ja dan gaat het vanzelf. Want je wilt het leren, want je hebt het nodig. Oké. Okay. Ja, ga je gang. Hoe was de start van jullie opleiding? De eerste 3 weken bijvoorbeeld? Nou, dit is sowieso het eerste jaar bij ons. We bieden in ieder geval in Eindhoven qua ICT bieden we 4 richtingen aan om in af te studeren in principe. Business, media, technology en software. En wat ze aan het begin van de opleiding eigenlijk doen is ervoor zorgen dat jij, als je binnenkomt, niet meteen een idee hebt van oké, dit wil ik nu meteen gaan doen. Maar dat je een goed totaalbeeld meekrijgt eigenlijk van wat er allemaal ja, uit de kiezer valt of waar je terecht kan komen. Dus eigenlijk het eerste jaar is echt gefocust op erachter komen. Wat wil ik nou gaan doen? Of in ieder geval in wat voor een soort van gebied wil ik dat nou uiteindelijk gaan doen? En vanaf jaar 2 is inderdaad dat open onderwijs komt er steeds meer aan bod. Oké, okay. Gooi maar even weer deze kant op. Wop. En wie? Lekker ver weg graag. Oh, nou ja, dan lekker dichtbij. Ook goed. Kun je ook kiezen voor individuele en groepsopdrachten? En zo ja, voor welke kies je meer of minder? En hoe ervaren jullie de groepsopdracht? Eerst maar even de eerste vraag. Kan je kiezen voor individueel en groep? Je moet over het algemeen, bij de meeste vakken heb je gewoon 5 vakken. Bij de meeste richtingen heb je eigenlijk gewoon 1 groepsopdracht. En dat noemt men dan proftaak. Dan heb je ook van alle disciplines heb je dan samen een groep. Dus van media, van business heb je een stukje een kant, van software. En daar ga je inderdaad echt een opdracht voor uitwerken. Eigenlijk vaak ook voor een bedrijf. En dan heb je buiten dat heb je nog wat specifiekere vakken, bijvoorbeeld voor software. En dan maak je inderdaad individuelere opdrachten. Ja, en daarbinnen kan je niet kiezen ook van ik wil iets met iemand samen doen of wel. Hè? Dat jawel, ze. Die vrijheid is er wel tegenwoordig. Je kunt dus inderdaad kiezen van binnen software wil ik graag samenwerken met een andere student. Wel in dezelfde opdracht, want je levert uiteindelijk toch je eigen bewijsstuk aan. Oké. Okay. En de vraag was ook van, kies je dan vaker individueel of groep? En waarom? Voor de een of de ander? Ik heb het recentelijk allebei gedaan. En ik moet zeggen, mij bevalt om in een klein groepje samen te werken. Dus 2 personen. En dan nog de proftaak waar je met 5 man werkt. Bevalt mij het beste. Gewoon puur omdat dat mij hetzelfde meer pusht. En ook een beetje binnen de boundaries houdt. Ik moet misschien meer aandacht hier aan leggen dan daarop. Ja. Dus ja, samenwerken is leuker dan alleen. Ja, dat ook. Okay. Absoluut. Oké, okay, dankjewel. Lekkere slinger, een keer. Ja, komt ie? Oh, ja, dat was niet helemaal goed gemikt, sorry hoor. Zo komt ie. Ja. In jullie ervaring, vinden jullie dit een onderwijssysteem wat geschikt is voor elke student? Of kennen jullie bijvoorbeeld ook studenten die op een gegeven moment hebben gezegd, nee, dit is echt niks voor mij, ik wil wel ICT leren, maar dan ga ik maar naar een andere hogeschool. Ja, er zijn natuurlijk altijd studenten bij waarvoor dit best wel een moeilijke stap is. Het is ook zeker, voordat je je HBO gaat doen, je zit al gewoon minimaal 10 jaar in onderwijs vast. Waar het inderdaad wel gewoon, leraar staat voor de klas, die brengt informatie over naar jou. Aan het einde van je semester of van je leerperiode doe je een toets om te testen wat je kennis hebt. Dus het is best wel een stap om te maken. En dat is ook niet voor iedereen even makkelijk. Er zijn ook mensen bij ons binnen Fonds die het ook niet doen. Is een optie, maar over het algemeen, met zeker met goede coaching in het begin, dat is wel heel belangrijk. Mensen die echt begeleiden op het proces van oké, hoe moet ik nu gaan nadenken en op wat voor manier kan ik nu ervoor zorgen dat ik ga leren wat ik zelf wil, wat zijn de tools die ik daarvoor nodig heb. Met die coaching komt het bij de 9 van 10 mensen in ieder geval eigenlijk altijd wel goed. Ja, ik kan hem ook omdraaien. Ik heb hiervoor ook 2 opleidingen gedaan en niet gehaald, want daar werd gezegd, jij zult dit leren. En nu sta ik hier, dus het kan ook de andere kant op. Niels, zou je kunnen aangeven wat een punt is waarvan je zegt daar, hè, want dat gesprek met die coach is ook belangrijk. Een voorbeeld geven van wat jou
heeft geholpen, waar die coaching jou bij heeft geholpen? Ik denk eerst in het begin is het gewoon het grote plaatje zien. Dus ja, je hebt dan, er komt bijvoorbeeld een opdracht op en dan denk je, oh, ik moet die kant op en dat wordt de opdracht en dan ga ik het oplossen. En heel vaak zie je dan, zeker in het begin, denk je dat is de enige manier dat de wereld werkt en zo moet het. En je coach die gaat de vraag van, heb je daar wel onderzoek naar gedaan om het grotere plaatje te zien? En door juist door die vraag van de coach te krijgen en gedwongen worden om over na te denken, moet jij vragen gaan oplossen eigenlijk, waarvan jij dacht dat je ze al beantwoord hebt, maar gaandeweg kom erachter dat je eigenlijk geen idee had. Ja. En dus door dat proces kom je erachter eigenlijk hoe de grotere wereld rond jouw probleem eruit ziet. En dan kom je dus naar een betere oplossing. Oké, mooi. Zou jij van daar naar daar kunnen gooien of had je zelf een vraag? Mag ik eerst nog even een vraag stellen? Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd hoe dit concreet eruit ziet. Zouden jullie kunnen schetsen wat je bijvoorbeeld gisteren maandag aan tijd en activiteit hebt gedaan voor je studie? Nou, ik zie jullie heel geschrokken kijken, maar maandag gisteren, dit semester doe ik mijn minor. Minor binnen het open onderwijssysteem in principe, die bieden ze ook aan als minor. En dan doen we dus een opdracht voor dus een partner in innovation, dus een stakeholder. En gisteren hebben wij een sprintdemo gehad. Dus we hebben afgesproken met hem, we doen een 2-wekelijkse sprint. Laten we zien wat we daar gedaan hebben. Dus ik ben vanaf 9:30 hebben wij met ons eigen team van tevoren een stand-up gedaan om voor te bereiden wat gaan we nou met hem bespreken. Vanaf 10:30 met hem besproken. Rond 1:00 weer teruggegaan met een nieuwe feedback en gaan kijken, oké, wat moeten we nu gaan bijsturen. Scrum board updaten met nieuwe taken voor die aankomende sprint. Gewerkt tot 4:00, 5:00 en toen ben ik naar huis gegaan. Volgende vraag stellen, want volgens mij was het die. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Goeie worp zeg. Wauw. Hoi, ik vroeg me af allereerst hoeveel mensen volgen een vak bij jullie? Dus zeg maar, als je één vak hebt, hoeveel mensen zijn dat? We hebben geen vakken. Oké, okay, voor hoeveel mensen staat een docent? Wat wij nu gemiddeld doen is, dus we hebben bijvoorbeeld een club van 100 studenten. En daar worden dan losjes 10 man over verdeeld. En dat, een beetje organisch verdeelt zich dat. De ene coach die heeft wat minder mensen, maar die wel intensiever begeleid. De andere coach die gaat dan wel gemakkelijker of met gemakkelijke studenten. Die heeft wat meer studenten. Dus dat. Oké, okay, ja. En als je dan kijkt, bijvoorbeeld op de universiteit heb je soms opleidingen waar wel 400 eerste jaar zijn. Hoe zou dit in de praktijk dan toepasbaar zijn? Want nu heb je één hoofddocent die dan voor een hele grote groep mensen staat te vertellen. Niet per se dat ik er fan van ben, maar in ieder geval dan heb je één persoon nodig. 400 man, dat is best wel veel. Hoe gaat dat dan in de praktijk eruit zien, denk je, op bijvoorbeeld een universiteit bij een vak als psychologie? Hoeveel tijd ben je kwijt aan nakijken aan het einde van het vak? Ja, je hebt natuurlijk wel bij de universiteit dat je verschillende. Dat is wel een goeie. Maar ja, nee, goeie. Nice, thanks. Ik heb nog een vraag over dat jullie werken met een portfolio. Ik bedoel, jaren geleden dachten we dat in deze tijd bijna elke opleiding wel een portfolio zou hebben. Het is helaas niet zo gegaan in Nederland, maar jullie werken met een portfolio. Is er een speciaal format of mogen jullie het helemaal zelf inrichten? Dat mag je eigenlijk in principe helemaal zelf inrichten. Dat mag alles zijn van een website tot een pdf die je inlevert, tot bijvoorbeeld het LMS wat wij gebruiken. Ja. Om onze opdrachten in te maken en zoals Erik al zei, die KPI's aan te koppelen. Maar dat mag in principe eigenlijk bijna elke digitale vorm aannemen. Als je het maar goed kan verantwoorden en als de documentatie uiteindelijk goed genoeg is om aan te kunnen tonen dat jij de punten of het eigenlijk moet halen zoals het vooraf gedefinieerd is. Oké, en hoeveel docenten, want dat was altijd de discussie van dat als meerdere docenten allemaal een portfolio moeten bekijken van studenten. Hoe gaat dat dan als het steeds een ander format, een andere website, een andere indeling is? Hoe was het voor jou, Erik? Het is simpel voor een docent, get used to it. De werkelijkheid is ook pluriform. Ja. Dus wat nou één format? De student bepaalt wat goed is bij de opdracht, klaar. En hoeveel docenten zijn er betrokken om al die portfolio's te bekijken? Wat we doen is, een student levert een aantal inzeturen op. Dus ik geloof, jullie,
je levert 22 uur per semester op of zoiets. Nou, dan moet je het mee doen. Klaar, dat is een randvoorwaarde. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb meteen getweet van jongens, er bestaan nog portfolio's in het hoger onderwijs. Ja, het bestaat echt. Ik ben heel blij ja. Als ex special interschool portfolio van SURF. Oké, okay, volgende vraag. Je wou hem naar voren doorgeven, hè? Gewoon zo van niks. Maar kijk even om je heen of iemand de hand opsteekt. Ja, lekker dichtbij. Goed zo. Ja, ik ben wel benieuwd, omdat je dus allemaal met andere dingen bezig bent als student. Of je daar veel aan hebt. Of je merkt dat andere studenten iets anders hebben geleerd waar je dan ja, kan optrekken. Ik denk dat wij over het algemeen juist heel veel leren van elkaar. Want omdat juist iedereen een super gevarieerde opdracht heeft. Ik heb een keer wat gedaan in psychologie, maar hier... Cyrus heeft bijvoorbeeld iets gedaan over kunst met technologie, dat met elkaar verbonden. Dus we kunnen allemaal met elkaar van elkaar leren en dat doen we dus ook. Dus op het moment dat ik een expert nodig heb van bepaald gebied, dan ga ik ook eerst naar die bepaalde student en dan pas ga ik bijvoorbeeld naar een docent die er misschien wel minder van af weet dan die ene student. Ja, je leert elkaar kennen en ook waar elkaar expertise is. Dus bijvoorbeeld, ja, als ik inderdaad een vraag heb over concepting, nou, dan loop ik recht naar Cyrus toe. Omgekeerd, als Cyrus bepaalde vragen heeft waar hij weet van, hey, daar weet Niels wel van, kom eens naar mij toe. Okay. Mag ik hier even op doorvragen, want dit klinkt vrij interdisciplinair, ik doe zelf een interdisciplinaire studie, maar wordt dit ook gelabeld als interdisciplinair of dat niet? Zeg maar als opleiding. Dat is maar een stickertje, hè? Ja, nee, zeker, maar zeg maar, ik denk, voor mij was het juist, omdat ik dat hoorde, ben ik die opleiding gaan noemen, want daar dacht van, hier leer ik juist dit. Dus als ik weet niet hoe dat is, maar weet je van tevoren al dat je ook bij mensen van dezelfde opleiding terecht kan, omdat die kennis opdoen op een ander vakgebied? En dat je daar dan juist, zeg maar, ja, gewoon, vraag me af. Je moet de mensen weten te vinden die de kennis hebben. Daar zijn we ook wat tooling voor aan het ontwikkelen, maar we merken dat dat redelijk makkelijk gaat. Ze vormen zelf wel die learning community met alle smaken. Want Niels is bijvoorbeeld meer businessgericht, terwijl Cyrus echt mediagericht is en Brent is softwaregericht. Maar die vinden elkaar wel op de vlakken waar ze elkaar nodig hebben. Maar... Sterker nog. Probeer dat ook te pushen. Dus in de examenfase, mensen die aan het afstuderen zijn, die laten we elkaar van feedback voorzien in het systeem. Dus die zoeken wel de studenten op waarvan ze denken, die kan iets toevoegen aan waar ik mee bezig ben. Weet je dit ook als je als student gaat zoeken naar een opleiding en dan deze opleiding tegenkomt, dat dit zo is? Nou ja, wat mij betreft weet de gemiddelde student niet eens waar hij aan begint. Dat klinkt wat negatief, maar ongeveer de helft haalt het eerste jaar niet. Wij vertellen het altijd bij de voorlichting, maar het komt toch als een verrassing van, hé, het werkt. Dus hoe je dat goed kan doen, weet ik niet. Als we daar een oplossing voor hebben, lossen we een forse probleem op. Okay. Nog een paar vragen, als er nog zijn. Deze kant. Jij, kunnen jullie weer naar deze kant slingeren? Ah, ik ga wel even in het midden staan. Hup. Rugbypaas. Zijn nou de helft haalt het eerste jaar niet? Ja, in Nederland is zo ongeveer de, ik weet niet wat, precies wat percentage bij ons, ik geloof dat bij ons 68% wel haalt, maar in Nederland, voor degenen die aan het propenduizen beginnen, ongeveer de helft komt daar niet doorheen. Ja, dat is bij ons toch aanzienlijk anders. We hebben het een stuk strakker ingericht. Ik heb het niet over deze opleiding, ik heb het over landelijk. Ja, ja, oké. Okay. Er zijn ook opleidingen die hebben een rendement in het propenduizen van 15%. Ja. Hey, van die 100 studenten, hoeveel zijn daar niet eager? 97. Niet eager. Oh, hij stond niet hier. Dat had hij snel uitgerekend. Ja. Ja, er zijn wel 97 niet hier. Dat klopt. Dus niet gemotiveerd. Dus... Hoeveel van deze studenten hebben niet die drive, zijn niet eager, zijn niet gemotiveerd om hier aan die inzet te doen? Ik denk als er echt studenten tussen zitten die niet gemotiveerd of niet eager zijn, dat ze gewoon niet goed hebben gekozen wat ze willen leren en wat bij hun interesses past. Dus als jij echt iets hebt gevonden van oké, ik vind de context medisch of sport vind ik super gaaf. Ik wil heel graag deze nieuwe front-end techniek leren, want daar zie ik echt de waarde van. Dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je gemotiveerd bent. Ja, dus het is eigenlijk al een selectiemechanisme van tevoren. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus iets heel anders dan zo'n opleiding met 400 psychologiestudenten, waarvan de helft van de studenten dus eigenlijk nog niet weet wat ze überhaupt willen met hun leven. Misschien ook wel een vraag in het verlengde dus daarvan. Hè? Ja. Zien jullie andere studenten die gewoon in een hele andere richting zitten? Jullie vertellen wat je doet en hoe dat in elkaar zit. En neem even psychologie als voorbeeld of een heel ander. Maar
waarvan je denkt, zat jullie opleiding maar zo in elkaar? Of dat je dat soort feedback krijgt? Ja. Mooi, ik zie twee verschillende. Ik zie Brent die zit nee en jij... Nou, ik wel. Ik heb zelf gezien gewoon hoe motiverend voor mij werkt en wat ik er zelf uithaal. Dus ook gewoon niet alleen maar inhoudelijk, maar ook gewoon de skills daarboven. Maar zie je het in een ander domein dan ICT ook gebeuren? Ja, ik denk dat dat best wel kan. Ik denk dat elk domein heeft misschien net andere nuances in de uitdagingen. Maar ik denk dat het hele concept eigenaarschap van je eigen leerproces, dat kan op iedere student geplakt worden. Oké. Ja, en de reden waarom ik nee knikte is puur alleen omdat ik absoluut geen ander manier van leren zou willen. Ik zou niet meer een toets willen maken, want dan, ja, dan schiet ik niks mee op. Dus vandaar dat ik nee knikte. Ik snap het. Ja. Oké. Wil je wat aan toevoegen of niet? Oké, hier komt. Oh, dat kan jij natuurlijk ook. Ja, sorry. Wat vond je het moeilijkste of het minst leuk aan deze opleiding? Om met een positieve noot te eindigen. De oriëntatiefase. Ja, mensen diepgang. Je moet van alles wat proberen, ook al vind je het misschien niet even leuk. Maar dat heeft mij toch wel erop gezet dat ik eigenlijk misschien toch wel iets leuk vond dat ik eerst dacht dat ik minder leuk vond. Maar ja, het is nu gewoon allemaal best wel leuk om dat gewoon mijn eigen project te pakken. Dus, ja, en voor mij blijft de documentatie, maar ja, dat heb je overal wel. Dus het maakt niet uit welke opleiding je gaat doen. Als je dingen niet goed documenteert uiteindelijk, dan ben je gewoon de sjaak. Hoe goed je je werk ook gedaan hebt, je moet het wel kunnen verantwoorden uiteindelijk. Maar dat is niet specifiek aan iets tegenbonden, denk ik. Oké. Zullen we met een highlight eindigen? Wat zijn voor jullie, om die vraag even naar de andere uit te stellen, dat je zegt van, nou, als ik aan mensen vertel hoe gaaf het is, dan vertel ik dit over wat ik doe. Nou, als ik tegen mijn mede studenten zeg van andere opleiding, ik heb geen toetsen, dan vallen ze meteen in elkaar. Maar wat ik concreet echt leuk vind, is gewoon echt de projecten die ik heb gedaan. Dus gewoon omdat het zo open is, kan je gewoon dingen doen die je leuk vindt. En ja, ik heb gewoon een aantal projecten de laatste jaren gedaan. Ja, daar krijg ik energie van. En daar kijk ik nog steeds trots op terug. Oké. Great. Ik heb nog een verzoek. Jullie mogen even blijven staan. Het is voor hun portfolio materiaal, dus ze durven. Hè? Dus even de handen omhoog. En dan ga ik even portfolio materiaal regelen. Applaus, yes!